Luisterboeken maken als schrijver. Waar moet je allemaal aan denken? Wat zijn de overwegingen? In deze video gaan we het erover hebben. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en ik hou van tekenen, schilderen, fantasy en schrijven. En op dit kanaal heb ik het daarover. Vind je dat soort dingen net zo interessant als ik? Word dan zeker even lid van dit kanaal. Druk op de grote abonneerknop hieronder. En druk ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video upload. In deze video wil ik het gaan hebben over luisterboeken. En dat is eigenlijk omdat iemand me erover vroeg, dus iemand in de reacties onder een video, die zei, hey, kun je het daar eens over hebben? En ik vind suggesties altijd leuk, dus als ik dat interessant genoeg vind, en ik kan er wel over zeggen, zal ik daar zeker een video over maken. Dus luisterboeken, of audioboeken, hoe je het maar wil noemen. Ik ben de laatste tijd best wel fan van luisterboeken, ik luister heel veel luisterboeken. Ik wil het in deze video voornamelijk gaan hebben over hoe je als schrijver moet omgaan en denken over luisterboeken. Maar omdat ik de laatste tijd dus best wel veel audioboeken luister, ga ik het daar zeker ook even over hebben, over het perspectief van de lezer. Ik ga trouwens in deze video niet bespreken hoe je het precies moet gaan doen, hoe je dat gaat maken, zo'n luisterboek. Want dat weet ik eigenlijk niet precies. Dus ik heb wel wat links opgenomen in de beschrijving onder deze video, waar je meer kunt lezen als je denkt, ik ga nu een luisterboek maken. Ten eerste wil ik het dus even hebben over luisterboeken vanuit het perspectief van de lezer of luisteraar. Omdat ik dat eigenlijk zelf net ontdekt heb. En ik dacht dat het wel leuk om mee te nemen. Ik merk namelijk zelf dat ik graag luisterboeken luister. Omdat ik het gewoon fijn vind dat er nog een nieuwe manier is waarop ik boeken tot me kan nemen. Of verhalen tot me kan nemen. Want ja, ik doe heel veel dingen in mijn leven. Ik wil veel lezen, maar er komt soms niet genoeg aan lezen toe. Dus als er dan momenten zijn waarop ik erbij zou kunnen lezen, dan vind ik dat heel handig. Dus bijvoorbeeld tijdens sporten, of tijdens koken, of autorijden, of fietsen. Dan zijn er momenten dat ik soms denk, nou, nu wil ik wel even een verhaal lezen. Luisteren. En wat ik wel gemerkt heb, is dat ik non-fictieboeken fijner vind om te luisteren als luisterboek dan fictieboeken. Ik heb het natuurlijk op dit kanaal vaker over fictie dan over non-fictie. Maar ik wil het nu zeker even noemen dat ik non-fictie bij luisterboeken nog fijner vind. Dus ik zou zeggen, als je een non-fictieboek geschreven hebt, moet je er niet over twijfelen en sowieso een luisterboek maken. Als je fictie hebt geschreven, dan kun je het nog afwegen of je dat wel of niet wil doen. En ik zeg dat ik non-fictie fijner vind als luisterboeken, maar ik hoorde laatst iemand die zei, nee, ik vind juist fictie lekkerder als luisterboek. Dus dit is een geheel persoonlijke ervaring. En dat verschilt per persoon. Ik heb gewoon zelf gemerkt dat ik, als ik een luisterboek luister terwijl ik iets anders doe, koken of sporten of whatever, dan ben ik dus toch niet 100% aan het luisteren. Dus dan mis ik wel eens een woordje of een zinnetje. En bij non-fictie heb ik gemerkt dat ik dat over het algemeen minder erg vind, omdat je toch wel de flow van het verhaal begrijpt. Bij fictie merk ik dat als ik dan een zinnetje mis, of misschien een naam, dat ik later denk, huh, Piet, wie was dat? Ik weet niet meer dat ik hem voor het eerst geïntroduceerd heb horen worden. En bij fictie vind ik dat dus vervelender, dat ik dan het verhaal niet helemaal goed meekrijg. Ik heb wel gemerkt dat simpelere fictie, klinkt een beetje onaardig, maar het ene boek is nou eenmaal ingewikkelder dan het andere. Maar bij simpelere fictie merk ik dat ik het makkelijker meekrijg als ik als luisterboek luister. Dus als ik een fictie luisterboek wil luisteren, dan kies ik liever voor iets wat simpeler is. Dus gewoon een makkelijke thriller of zoiets. Of een romance. Ik luister bijna geen romance, maar bijvoorbeeld een romcom. Want ik heb laatst bijvoorbeeld ook een van de boeken van Terry Pratchett als luisterboek geluisterd. Voor degene die hem niet kent. Dat is een schrijver in het fantasy genre die humoristische fantasy schrijft met heel veel karakters en het was gewoon een behoorlijk chaotisch boek, wat heel leuk is, maar ik merkte dat gewoon doordat ik het luisterde, dat ik toch soms dingen miste en dacht, wat gebeurt er nu? Dat vond ik jammer. Ja, maar goed, dit is persoonlijke voorkeur. In elk geval merk ik dat ik luisterboeken op zich heel leuk vind. Dus als je schrijver bent en je overweegt om een luisterboek te gaan maken, denk ik, ja, cool, moet je doen. Ja, ik zou eigenlijk willen dat er meer luisterboeken waren, want niet van elk boek wat ik zou willen lezen of luisteren is er een luisterboek. Ja, dus daar gaan we het ook in deze video over hebben, van wat zijn eigenlijk de overwegingen als je dan een luisterboek wilt gaan maken? Want de eerste overweging is gewoon ook het eerste wat er in me opkwam toen iemand vroeg, hey, maak eens een video over luisterboeken. Het allereerste wat ik dacht is, luisterboeken zijn duur om te maken. Ja, en dat is gewoon een feit. En hier kan ik wel iets over zeggen, want ik heb natuurlijk, in mijn werk als videomaker neem ik nog wel eens voiceovers op. Dus ik weet van alles over het opnemen van voiceover. En een voiceover is eigenlijk hetzelfde als een luisterboek, want het is iemand die praat
die een verhaal vertelt. En in mijn studio waar ik werk hebben we een voice-over studiootje gebouwd. Dus een heel speciaal hok wat helemaal geluidsdicht is en waar we een goede microfoon hebben. En waar we dus voice-overs opnemen. Ten eerste weet ik dat als je een goede ruimte wil hebben voor goed geluid, dan moet je dus misschien wel zo'n hok bouwen. Dat is vet veel werk. En dat dan nog goed opnemen. En dat is, nou ja, dat kost best wel wat tijd. Want als je een heel boek moet voorlezen, ga maar na. Als je een boek pakt en je gaat het voorlezen, dat duurt even. Dus die tijd zit er sowieso al in. En dan een boek voorlezen, dat gaat natuurlijk nog sneller dan als je het wil inspreken voor een audioboek. Want dan duurt het gewoon nog veel langer. Want dan maak je een foutje en dan moet je terug. Want ja, je moet wel dat foutje eruit kunnen monteren. Dus je moet dat dan nog een keer zeggen. En misschien ben je wel aan het opnemen en denk je, ach, ik heb dit eigenlijk met te weinig energie gedaan. Dus dan ga je het opnieuw nog een keer een stuk doen. Omdat je, oké, ik moet even wat meer energie, wat duidelijker uitspreken. En dan ga je nog een keer. Dus het is niet dat je het één keer voorleest als je een audioboek maakt. Nee, de stemacteur of degene die het inspreekt, die gaat waarschijnlijk meerdere keren er doorheen. Moet je nagaan wat een tijd dat kost. Dus dat een audioboek duur is om te maken, dat zit er maar vooral in dat het gewoon veel tijd kost. En dat je liefst ook daar een goede studio voor hebt. En dan moet je er nog aan denken dat een audioboek, nadat het ingesproken is, dat het ook nog gemonteerd moet worden. Dus dat je al die foutjes eruit moet editen, dat je alle goede stukjes achter elkaar moet zetten. Ja, dat kost gewoon heel veel werk. En of je het nou zelf doet, of dat je het laat doen, het kost alle twee veel. Het kost of heel veel tijd en studie van tevoren hoe je dat goed gaat doen. Of het kost veel omdat je iemand inhuurt om dat voor je te doen. Dus dat gezegd hebbende, kan ik me voorstellen dat je nu denkt, nou, gaan we dus maar niet doen zo'n audioboek maken, want het kost hartstikke veel geld. Kijk, een e-book maken ten opzichte daarvan, een e-book is veel makkelijker. Want een e-book is gewoon dezelfde tekst die je alleen een soort van anders format en anders exporteert. En dan heb je een e-book. Super makkelijk. Dus dat is eenvoudig, maar een audioboek, ja, is gewoon best wel ingewikkeld. Ja, dat gezegd hebben, dan denk ik, audioboeken zijn wel heel tof. Dus overweeg het zeker. En er zijn ook wel, denk ik, verschillende manieren waarop je het kunt doen. Maar daar komen we zo nog even op terug. Want ik wil eerst nog eventjes nog een soort voordeel noemen van audioboeken. Namelijk dat je eigenlijk door audioboeken te maken, boor je ook een nieuwe lezersgroep aan. Ik had het er zelf over, ik hou zelf heel erg van audioboeken luisteren. Maar er zijn ook mensen die misschien wel geen boeken kunnen lezen. Omdat ze visuele beperking hebben, bijvoorbeeld. En gewoon die letters in het boek niet goed kunnen lezen. Ja, dan is een audioboek natuurlijk een fantastische oplossing. Ik heb toevallig laatst een vrouw ontmoet die dat had. Ik was op een festival waar boeken werden verkocht. En ik ontmoette daar een vrouw en die was op zoek naar audioboeken. Dus die vroeg aan alle schrijvers die daar boeken verkochten. Van, hebben jullie ook een audioboek van je boek? Want die wil ik. En toen vroeg ik ook, maar waarom dan? Want natuurlijk leuk hoor, maar wat is dan de reden dat je dat specifiek zocht? En toen zei ze, nou ja, ik kan niet goed lezen omdat ik een soort van half blind was of zo, zei ze. En dus boeken lezen gaat niet, maar ze hield wel heel erg van verhalen en lezen eigenlijk. Dus ze was gewoon op zoek naar audioboeken. Dus ik begrijp dat. Volledig. Superleuk. Maar als er dan geen audioboek is, dan is dat jammer. Dus dit is wel echt een overweging om als schrijver dit wel te doen, omdat het gewoon een nieuwe lezersgroep aanboord, ten eerste. Maar ook de lezers die misschien wel normaal boeken willen lezen, die vinden het gewoon heel fijn om audioboeken te lezen. Ik zou niet zoveel non-fictieboeken lezen op dit moment als ik niet audioboeken zou luisteren. Want ik hou zoveel van fictie dat ik altijd als ik een boek ga lezen als eerst kies voor een fictieboek. En de non-fictie blijft dus altijd liggen eigenlijk op mijn stapel. Totdat ik audioboeken ontdekte, omdat ik toen dacht, ja, die non-fictieboeken, die kan ik heel goed luisteren terwijl ik mijn oefeningen aan het doen ben, bijvoorbeeld. Dus dat is wel echt heel leuk. Als je overweegt om een audioboek te gaan maken, is een van de eerste vragen die je jezelf natuurlijk ook gaat stellen, wie gaat het inspreken? Een man of een vrouw? Jijzelf of iemand anders? Een jong iemand of een oud iemand? Wat past er bij je boek? Ik zou zeggen, als je non-fictie schrijft, dat het eigenlijk misschien wel het leukste is als je het zelf doet. Want ik vind dat, moet ik zeggen, ook heel leuk als non-fictieboeken ingesproken zijn door de auteur. Ik heb zo bijvoorbeeld het boek van Obama een tijdje terug geluisterd. Promised Land, geloof ik. En hij had het zelf ingesproken. Superleuk natuurlijk. Dus dat vind ik wel echt een plus als een audioboek is ingesproken door de auteur zelf. Vooral bij non-fictie. Want bij fictie, ja, dat is dan nog de vraag of dat past. Ik weet ook niet. Ja, ik zou best wel een audioboek willen maken van mijn boek wat ik zelf ga uitgeven komend jaar. Ik zie dat nog niet meteen gebeuren, want het is dus zoveel werk en tijd en you know. Maar als ik erover nadenk wie dat moet inspreken, dan denk ik, nou, ik niet. Ik vind dat niet passen. Ik vind mijn stem
Mijn stem is oké. Ik ben eraan gewend geraakt doordat ik een YouTube-kanaal heb. En ik hoor mezelf vaak genoeg dat ik kan denken, oh, mijn stem is prima voor een YouTube-kanaal. Maar voor een audioboek? Nee, ik weet het niet. Ik weet niet of ik mijn stem daar lekker genoeg voor vind. Ja, het is een beetje dus ook persoonlijke voorkeur. Wat je vindt, wil je een mannenstem of een vrouwenstem? Er wordt bijvoorbeeld nog wel gezegd dat mannenstemmen sneller serieus worden genomen. Of niet mannenstemmen zozeer, maar lage stemmen. En mannenstemmen zijn natuurlijk vaak lager dan vrouwen. Maar ook vrouwen kunnen een lage stem hebben. Dus ja, ik vind het een beetje flauw. Want, you know, wat, er is niks mis met een vrouwenstem. Maar ja, lage stemmen werken dus over het algemeen meer op het vertrouwen van mensen. Dat zie je sneller geloven. En bij non-fictie kan dat ook heel fijn zijn natuurlijk. Een vrouwenstem kan dan weer meer vertrouwen geven misschien. En een soort relaxend zijn. Ja, dus nou ja, dit zijn overwegingen. Bij fictie kun je ook nog denken over je karakters. Stel dat je een ik-persoon verhaal schrijft. Ja, dus een geschreven vanuit de ik-figuur. Dan kun je overwegen van nou, dan moet je dus degene die inspreekt, moet hetzelfde geslacht hebben misschien als de ik-persoon. Zoals de ik een man is, dan door een man laten inspreken. Dat zou misschien gek zijn om dat niet te doen. Ja, dus dat zijn zo de manieren waarop je kunt nadenken over de stem die je gaat kiezen voor je boek. Ja, en je moet natuurlijk ook nog nadenken over wat zijn eigenlijk je opties. Want jezelf heb je altijd voor handen. Dus als je het zelf wil gaan doen, dan heb je altijd jezelf om het in te spreken. En kun je mooi zelf de tijd erin steken. Als je iemand anders wil vragen, dan moet je die persoon dus ook gaan betalen voor zijn tijd. Want dat is wel fijn. En stemacteurs die vragen daar natuurlijk gewoon een bedrag voor. Dus ja, dat is nog ook iets om te overwegen of je daar in wil investeren. En als ik het over stemacteurs heb, dan heb ik het dus over acteren. En dan kun je ook nog afvragen in hoeverre wil je dat er geacteerd wordt. Want je kunt iemand natuurlijk gewoon het verhaal droog laten voorlezen. Gewoon de tekst laten voorlezen. Het is wat het is. Je kunt ook iemand wat meer laten acteren. En ik heb nu best wel wat audioboeken gelezen en ook wat fictieboeken. Dus ik heb wel al gemerkt dat daar ook verschil in is. Dat verschillende mensen die het inspreken het op verschillende manieren aanpakken. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat één iemand het voorleest, maar dat hij wel bijvoorbeeld wat stemmetjes doet voor de verschillende personages. En ik weet eigenlijk niet of ik dat nou mooi vind of niet. Want ik heb het ook wel eens gehoord dat het niet werd gedaan. Dat is dus wat droger. Maar ergens vind ik het ook wel natuurlijk misschien, want iemand leest het gewoon voor. En ik had dus op een gegeven moment een luisterboek geluisterd waar een man in sprak. En die deed stemmetjes ook voor bijvoorbeeld een jong meisje. En die ging dan een beetje zo doen. Ik weet niet. Ik raakte er wel aan gewend, merkte ik in de loop van het boek, dat ik dat de stijl was. Maar in het begin dacht ik, doe nou niet zo overdreven of zo. Dus nou ja, dit is gewoon iets wat je moet afvragen. Ik zou je zeker aanraden om als je een luisterboek gaat maken, dus even wat luisterboeken van anderen te lezen. Om dit soort verschillende stijlen te horen en te bepalen wat je eigenlijk prettig vindt. Je kunt het ook nog een stap verder nemen en zelfs verschillende stemacteurs inhuren voor de verschillende personages. Dus dat je mannen en vrouwen laat inspreken afhankelijk van wie er aan het woord is. En dan nog één aparte voor de verteller, zoiets. Volgens mij, en dit weet ik niet zeker, maar heeft Jenna Moresi dat bijvoorbeeld gedaan. Zij is een schrijf-YouTuber uit Amerika die ik graag volg. En ik heb haar boek gelezen, maar ik heb gewoon haar boek op papier gelezen. En ze heeft luisterboeken van haar boeken, weet ik. En ze heeft af en toe in haar YouTube-video's dat die eindigen met de stemmen van het luisterboek. Die dan zeggen, hey, ik ben Tobias en koop het luisterboek, zoiets. En dat zijn verschillende stemmen. Dus ik heb de indruk, nou weet ik het niet of dat waar is, mocht je haar luisterboek hebben geluisterd. Laat het me weten. Ik heb de indruk dat ze dus verschillende stemacteurs heeft ingehuurd voor de verschillende personages. En binnen haar boek, dat het bijna een hoorspel is geworden, zeg maar. Dat dus de verschillende personages ook daadwerkelijk worden ingesproken door verschillende mensen. En dat is eigenlijk ook wel heel tof. Maar inderdaad, daar wordt het een soort van hoorspel van bijna. Dus je zou dan zelfs nog geluiden erbij kunnen gaan opnemen. Hè, iemand zette zijn kopje neer. En het geluid van een kopje wat wordt neergezet. Ja, je kunt het hier heel ver in gaan. Heel tof ook wel. Ik hou er ook rekening mee dat als je zoiets gaat doen, dat het waarschijnlijk ook extra geld kost. Of tijd, als je het allemaal zelf doet. Dus ja, maar ik geef je maar ideeën, gewoon. Vervolgens moet je dus eigenlijk gaan bepalen of je het zelf gaat opnemen of niet. En weet daar ten eerste over dat als je het zelf opneemt, dat je publicatiemogelijkheden misschien minder groot zijn. Omdat niet elk luisterboekplatform alle luisterboeken van iedereen zomaar accepteert. Dat je daar zomaar je mp3 van je luisterboek kunt uploaden. Dus afhankelijk van waar je je luisterboek wilt gaan distribueren,
ja, moet je ook daar een keuze in maken. In of je het zelf doet of niet. Maar goed, daar komen we zo nog even op. Want dat is op zich nog een heel onderwerp op zich. Je kunt het zelf doen. Tuurlijk. Wat ik je dan zou aanraden is, zorg dat je een ruimte hebt die stil genoeg is. Want je wil bijvoorbeeld niet een sirene er doorheen horen. Kijk, in deze video's van mij hoor je af en toe geluiden van buiten. Een sirene, een auto die voorbij rijdt. Of je hoort mijn kat miauwen of voer uit zijn voerbakje eten. Ja, ik vind dat geluiden waarvan ik denk, nou ja, jammer dan dat je ze hoort in deze video. Maar het is nog acceptabel, vind ik. Want je ziet mij zitten hier in een kamer. En je ziet niet zoveel van de kamer. Maar je ziet dat ik in een huiskamer ben. Dus je neemt waarschijnlijk aan van, oh, dit is waarschijnlijk de woonkamer van Robin Roosendaal. Dus je accepteert ook dat daar geluiden zijn. Want we zien dat we hier in de wereld zitten, zeg maar. Dus daar horen ook de geluiden van de wereld bij. Als je een luisterboek luistert, dan zie je de persoon niet. Dan zit je soort van in het zwarte donker te luisteren naar een stem. En als je daar opeens een sirene bijvoorbeeld doorheen hoort, of een hond die blaft, is dat raar. Want dan denk je, we zaten toch, weet ik veel, in de andere wereld waarin we een verhaal aan het luisteren waren. Als daar dan opeens een geluid doorheen zit wat in onze wereld hoort, dan klopt dat niet. Dus in luisterboeken wil je dat voorkomen. Oftewel, je moet zorgen dat je ergens kunt opnemen waar geen achtergrondgeluid is. En waar ook nog eens de akoestiek lekker is. In deze ruimte bijvoorbeeld, de akoestiek is oké. Kan beter. Want je hoort nog wel een beetje hollig geluid. En ik keek even die kant op, want mijn microfoon is hier. Hij is wel vrij dicht bij mij. Want je zou zeggen, de camera is daar, dus de microfoon is ook daar. Maar dat is te ver weg, heb ik gemerkt. Dan klinkt mijn stem echt nog veel holler in deze ruimte. En dat is jammer. Dus ik heb mijn microfoon op een gegeven moment hier neergezet. Hoor je dat? En ik merk dat dat een beter geluid oplevert. Dus ook qua akoestiek moet je daar iets aan doen. Over het algemeen werkt het goed als een ruimte heel zacht is. Dus als jouw ruimte niet zacht genoeg is, leg hem vol met kussens, dekens, van alles. Daar wordt het zachter van en dan gaat het geluid lekkerder van klinken. Een kleine ruimte helpt dan ook wel hoor. Een bezemkast kan heel goed zijn. Hang er nog wat gordijnen in en dan heb je een hele goede opnamestudio. Nou ja, dit is nou ook voor iets waar je goed over na moet denken. En waar je dus ook tijdens het opnemen rekening mee moet houden. Dat als je geluid hoort, dat je denkt, dit wordt misschien opgenomen, dan moet je dat even wachten tot dat geluid voorbij is. Een sirene bijvoorbeeld. Als je meer tips wil over hoe je goed dit soort geluid opneemt, dan hebben we daar met de videomakers natuurlijk wel een video over gemaakt. Die gaat over voiceovers, maar de principes zijn hetzelfde, ook voor audioboeken. Dus check die zeker. Ik heb de link eventjes in de video. Ik heb de link in de beschrijving onder deze video gezet. De volgende optie is dat je het dus niet zelf doet, maar uitbesteedt. En nu komen we geleidelijk in het volgende onderwerp, namelijk de platforms waar je je audioboek gaat distribueren. Want dat is daar heel erg, hangt dat daarmee samen. Laten we even bij het begin beginnen. Ten eerste, er zijn dus verschillende plekken waar je audioboeken kunt luisteren. Als jij een audioboek wil gaan luisteren, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt naar bol.com gaan, daar een audioboek kopen en dan vervolgens op de website van bol.com die luisteren, denk ik dat dat kan. Of je gaat naar de bol.com app op je telefoon en daar luister je je audioboek. Dat is iets wat ik een keer gedaan heb. Dus daar koop je gewoon eentje en daar luister je je ene audioboek wat je gekocht hebt. Daarnaast heb je heel veel soort van streaming platforms waar je audioboeken kunt luisteren. Denk dan bijvoorbeeld aan Storytel, aan Audible. Er zijn er nog veel meer. En daarop staan dan heel veel audiobooks. En je kunt daar bijvoorbeeld een abonnement op nemen als luisteraar. En dan kun je ze allemaal luisteren. Of je kunt per boek betalen of een combinatie daarvan. Dat verschilt echt per platform. Bedenk je dus waar je ten eerste je boek het liefste zou neerzetten. En wat daar de consequenties van zijn. Ik noemde bijvoorbeeld al Storytel. Nou weet ik het niet zeker, maar volgens mij werkt het zo dat je niet zeg maar zelf iets kunt opnemen, een mp3 kunt maken en naar Storytel kunt opsturen. Volgens mij werken zij niet zo. Volgens mij maken zij zelf hun audioboeken. Of werken ze samen met een partij die dat doet voor ze. Dus dat, stel dat jij denkt, ik wil mijn audioboek publiceren op Storytel, dan zul je moeten voldoen aan de manier waarop Storytel komt aan zijn audioboeken. Dus dit kan zeker een overweging zijn of je kiest voor zelf opnemen of niet. Als je zelf opneemt, kun je volgens mij publiceren via Audible, want Audible is van Amazon. En op Amazon kun je sowieso je eigen boeken publiceren. En die hebben dus ook een weggetje om te publiceren op Audible. In Nederland kun je dat bijvoorbeeld doen via Kobo Writing Live. Dan gaat het naar bol.com, maar kun je het ook via Kobo Plus zoiets online publiceren. In de Kobo
streaming app. Goed, ik weet hier niet genoeg van. Ik zet in de beschrijving onder deze video ook wat links naar meer informatie hierover. Want er zijn hier heel veel verschillende mogelijkheden en opties. En bekijk ze vooral allemaal voordat je daar een keuze in maakt. En voordat je dus de keuze maakt of je het zelf doet of dat je het uitbesteedt. Want ja, het kan dus best slim zijn als je denkt ik wil op de grotere platforms om het uit te besteden. Omdat partijen die audioboeken maken vaak ook contacten hebben of ervaring hebben met publiceren op die grotere platforms. Dus waarschijnlijk kunnen zij het voor jou dan niet alleen produceren, maar ook zorgen dat het gedistribueerd wordt op de kanalen waar jij je audioboek wil uitgeven. Al met al denk ik dat de eerste keer dat je een audioboek gaat maken, dat het nog best wel even een uitzoekwerkje zal zijn. Het is niet anders. Maar ik denk dat het wel waard kan zijn, afhankelijk wat je doel is natuurlijk met je boek. En als je denkt, ik wil het veel verkopen, ik wil dat veel mensen het lezen, dan kan het zeker wel slim zijn om ook een audioboek te maken, omdat je daarmee gewoon je publiek vergroot. Omdat je meer opties geeft aan mensen om jouw werk tot zich te kunnen nemen. Ik vind het zeker tof, audioboeken. Ik vind de ontwikkeling daarin tof. Ik denk ook dat het nog steeds zal gaan veranderen. Dat er steeds meer mogelijkheden komen hiervoor. Ik zal nog wel een keer een meer gedetailleerde video maken over audioboeken. Want ik ga daar vast in de toekomst meer over leren als ik zelf eentje maak. Of dat ik betrokken ben bij het maken van audioboeken voor anderen. En dan zal ik daar zeker je meer informatie over geven. Voor nu verwijs ik je vooral naar de beschrijving onder de video. Omdat ik daar links heb naar meer informatie. En ik hoop dat deze video je in elk geval heeft geïnspireerd en wat ideeën heeft gegeven over het maken van audioboeken. Hoe je dat misschien kunt gaan aanpakken. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Mocht je nou nog vragen hierover hebben of opmerkingen, laat die vooral achter in de reacties onder deze video. En zeg ik voor nu dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.